Yo mensen, we zijn in de Efteling en zoals je kan zien, het water bij de Piranha staat echt teringhoog. Dat betekent maar één ding, het is winter Efteling. En wat is er in de winter Efteling open? De langloopbaan. En daar gaan we natuurlijk in. Hey! We zijn dus bij de langloopbaan en wij gaan dus een heel rondje. Nee, en jij. Ik ga een heel rondje rennen op die dingen. Als ik die zonder stokken. Zonder stokken, dus ik ga gewoon rennen op van die kut dingen. Geen idee of dat lukt, maar we zien wel. Ik heb een probleempje, ik weet niet welke maat ik heb. Ik doe even een plekje vatten. Maar eens kijk, maat 43. Zie je dat? Kijk. Yep. Ja, ja, ze zagen het. Ik heb goed gegokt. Hey. Okay, ik ben nu alvast vooruit aan het lopen. Rens komt als het goed is dadelijk hier toe. Rennend, als het goed is. Dus ik ga me nu eventjes opstellen. Dat ging er toen bijna. Dat ging maar net goed. Oké, mensen, ik sta dus op dit moment hier zo even stil. Want ik moet namelijk wachten tot al die mensen een beetje weg zijn. Want anders kan ik dit natuurlijk niet rennen doen. En dat moet wel. Daar is Rens. Hij gaat nu beginnen. Oh, daar legt hij al. Gaat het. Ah, shit, man. Jongens, ik moet weer even wachten, want het gaat allemaal niet zo vlug met mijn voorganger. Dus ja, het is maar zo, even wachten dus. Nou mensen, mijn voorganger is volgens mij net voorbij het huisje, zeg maar, het stationnetje. Dus ik denk dat ik wel weer even een stukje kan sprinten. En er is ook helemaal niemand achter mij gewoon, dus dat komt goed uit. Dit lag dus op de grond, ga ik wel tegen Rens aangooien. Kijk hoe hij reageert. Ah, ik struikel hem al. Ja, dan moet je omhoog. Ah, valt mee. Bijna weer. Ik heb het op beeld, ik heb het op beeld. Je hoort nou echt fucking moe van ook, jongen. Lars had ook sneeuw of zo, daar zo net voor de huisje. En ik schrok daarvan, jongen, toen tiefde ik ook bijna. Hij wou daar gooien zo, ik dacht wow, what the fuck, en toen tiefde ik bijna, jongen. Oh, ik heb ziek hard. Ik ga nu Rens even pranken. Ik ga hier dadelijk hier even achter het hoekje staan. En ik hoop niet dat hij het ziet. En dan even kijken hoe hij reageert. Nou mensen,
Ik ga even door dit tunneltje ga ik even lopen, want dat is heel laag en ik ben niet van plan om daar te gaan rennen en dan te gaan tieven en dan mijn kop te stoten ofzo. Dus ik ga daar door het tunneltje ga ik even lopen. Wat doe jij? Hebben we meer hoor. Jongens, even eindsprint. Nou, dat was lachen. Mensen, dat was de opdracht. Lang lopen. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe even een like, abonneer even en check bij jullie. Later. Houdoe.